De Kingdom Trainingsconferentie, die van 22 tot 25 februari is gehouden, is buiten verwachting verlopen. Dit zegt pastor Kelvin Yong Ming van de Tabernacle of Faith and Love. De reactie van het publiek was positief. Het thema was The Spirit of Diplomacy and the Local Church. Volgens Yong Ming weet de stichting dat zij na zo'n conferentie niet te lang mag stilzitten. Er moet meteen aan een vervolgtraject gewerkt worden. Het doel van de conferentie was onze kerken bewuster te maken van hun verantwoordelijkheden in de samenleving, zegt hij. Toen we dit begonnen, wisten we dat er een vervolg zou moeten komen. En we hebben daarmee rekening gehouden. We kunnen de conferentie zien als eigenlijk de start eigenlijk van een ontwikkeling welke we op gang willen brengen. Niet alleen in de kerken. En ik ben zo blij dat er niet alleen christenen de conferentie hebben bezocht, maar ook niet-christenen. Ik weet het omdat ik met sommigen heb gesproken. En voor hun was het een eye-opener om dus toch wel het verband te zien tussen de kerk en de maatschappij, tussen de kerk en de overheid. En hoe belangrijk het is om dus te praten over met name de rol van de gezinnen in een maatschappij, in een samenleving. De rol van health, van gezondheid, hoe belangrijk het is. Maar ook onze positie in de maatschappij en met name op government gebied. Dat wij ook een rol daarin kunnen vervullen. De pastor vertelt verder dat van de 8 buitenlandse sprekers 2 voor de 3e keer Suriname hebben aangedaan. De rest was er voor het eerst. De sprekers waren heel erg verrast om de enthousiaste reacties van de Surinamers, zegt pastor Yong Ming. Het was overweldigend. Voor hun was het zelf een geweldige ervaring. Zuid-Amerika en het Caribisch gebied zijn niet de gebieden waar ze normaal komen. Deze sprekers komen uit Amerika, uit de Bahama's. En hun focus is altijd meer gericht geweest op Noord-Amerika, op Europa, op Afrika. Maar dit gedeelte, dit continent, was voor hun dus nieuw. En het was voor hun een geweldige ervaring. Ze waren blij dat ze deel hiervan mochten zijn. Maar ze hebben het echt als goed ervaren. En ze zijn vol lof. Weliswaar hebben ze niet veel gezien van Suriname. Maar een goede gelegenheid dat ze terugkomen. Maar ze waren er vol lof over. Ook met de feedback van de mensen. Dat heeft ze dus de bevrediging gegeven dat deze conferentie toch wel effectief is geweest. Pastor Kelvin Yong van de Tabernacle of Faith and Love. Wij spraken hem vandaag naar aanleiding van de Kingdom Trainingsconferentie die het afgelopen weekend is afgesloten in Ballroom Torarica.